Ik ben Cross Negers, vriend van Chris Segers. Vandaag gaan we naar Tilburg. Gaan we lekker op vakantie. Naar de inlichtingsdag van de Universiteit van Tilburg. Wat we daar gaan doen, dat is nog een verrassing. Maar wisten jullie dat? De stadsrechten van Tilburg te danken hebben aan Napoleon. Die zure snoepjes, ga je zo even kijken. Wisten jullie dat Tilburgers kruikenzeikers genoemd worden? Nou, het is met wol te maken of zo, maar dat maakt allemaal niet uit. Ik ga nu lekker het terras op, helemaal klem zuipen. Hoe smaakt het bier hier? Ja, goed toch? Lekker? Ja, mooi. Ja, lekker, lekker. Ja. Nou, hoi. Hallo meneer. Hallo meneer. Hey. Smaakt het? Dank je. Ja, zeker. Ja? Ja? Goed eten, hè? Ja. Ja, mooi. Wat is het eigenlijk? Shawarma. Shawarma? Ja. Wauw. Vandaag zijn we in Tilburg bij een van de bezienswaardigheden van Tilburg, namelijk de Universiteit van Tilburg. Laten we even een kijkje nemen. Hallo, ik kom een sleutel ophalen. Sleutel ophalen? Ja, van mijn appartement. Bent u aan de Universiteit van Tilburg? Ja. Wist jij dat Tilburg dit jaar 200 jaar bestaat? Nee. Ik wel. Naast de Universiteit van Tilburg ligt een bos met allemaal bomen. Het centrum van de wetenschapsvereniging. We hebben ongevraagd ook 10 miljoen van die banen naar buiten willen. Of gooi je naar een bunker van de toekomst van de Tilburg? Nou, zijn jullie hier voor de open dag? Yes. Ja. Wisten jullie dat de universiteit is begonnen als handelsschool? Nee, geen idee. Nee. Nu wel. Ja. Wat gaan jullie hier studeren? Geen idee. Nog geen idee. Recht gekeken. En, ik heb wel een idee. Ja? Ik vind jou iemand voor... Liberal Arts. Ja. We zijn hier bij het sportcentrum van de universiteit. En je hebt hier meerdere zalen waar je kan voetballen, tennissen, basketballen aan de klimmuur hangen. En je kan fitnessen. Maar ik ben hier voor de dames. Wat doen jullie altijd na het studeren? Na het studeren? Voornamelijk sporten of... Sporten zoals hier? Ja, ja. Wat toevallig. Ik ook. Zo, ik heb mijn workout ook weer gehad voor vandaag. Nou, op naar het studentenhuis om even wat kamertjes te bekijken. In Tilburg is het helemaal niet zo moeilijk om aan een kamer te komen. Want hier staan vlakbij de universiteit een aantal flats waar de studenten in kunnen wonen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Universiteit van Tilburg, wat een geweldige ervaring. Wat een mensen, wat een cultuur. Ik heb een test gedaan, want ik wilde zo graag studeren. 60 IQ's. Niet genoeg voor een studie. Maar dan blijf ik toch lekker vakantie, man. Hey, ook leuk. Studeert u hier ook? Op de Universiteit van Twente? Tilburg? Oh, ik zei Twente. Ja? Ja, weten. Wat doet u voor studie? Nee. Tot ziens. Oké.